Het pak van Van Gaal, de Tiroler lederhozen. Nou, dat is van de tijd van Bayern München, 2010, toen Louis van Gaal met Bayern München kampioen werd, Duitse meester. En de huldiging op het stadhuisplein, op het Bordes. Ja, dat was wel zo'n show van op zijn Louis van Gaals. We zijn de beste van Duitsland, we zijn de beste van Europa. Ja, en ik heb het vorig jaar van hem gekregen toen ik in Noordwijk op visite was bij hem. Ja, hij zegt, het is een van de mooiste items, want er zit een mooi verhaal aan vast. En dat klopt, heeft hij gelijk in. Nou, dit is een scheidsrechter nu van, ik denk, 50 jaar geleden. Kostuum van de FIFA. In dit geval is dit van Mario van der Ende, oud scheidsrechter, topscheidsrechter. Keepershandschoenen. Daar heb ik ook dozen vol. Ik heb 650 shirtjes. 800 boeken, 750 bierglazen, duizenden entreekaartjes, programmaboekjes, duizenden postzegels van over heel de wereld. Ja, speldjes, sleutelhangers, ja, je kunt ze gek niet bedenken. Ja, er is zoveel op het gebied van voetbal dat je. Ja, entreekaartjes. We gaan regelmatig de kasten, de vitrinekasten vervangen. Dat ook leuk blijft voor mensen die vaker komen als één keer. In het jaar hier in dit hotel. En nee, dat gaat helemaal goed komen. Gaat veel tijd in zitten, maar geen probleem. De KLM feliciteert Oranje met het winnen van de wereldbeker. En ze zijn het niet geworden. Nee. Maar die hadden ze al in het vliegtuig liggen, op de zittingen allemaal. En in allerhaast moest dat weer eraf gehaald worden. Ja, en via iemand ben ik er toch weer aangekomen. Kijk, dus van allerhande kaarten van de familie van Gaal, van kerstkaarten uit Barcelona. Hier van Bayern München, kerstkaart van onze vriend van Gaal. Nou, er zijn er wel bij, ja, die af en toe zijn kerstkaartje sturen. En dat is toch natuurlijk wel hartstikke mooi. Als mensen net als een meneer van Gaal een kaartje stuurt.